Dit binnen onfretten aaien van grijde vogels. Als je goed zocht, keer de Toske uitdrukken zitten zijn. We hebben hier een grote moezenhoorn. Het idee is dat die predatoren enorm taanaan binnen. We zien nu dat die moezenpleeg wat op zijn retour is. Die predatoren zie je oorfretten en die komen dan uit bij de grijdevogels. De vraag is even, is dat wier? Van der Pol wil nou dat de provincie onderzoek docht naar de oorzaak. Want de cijfers liegen er net om, toch blikken in zijn eigen naaizwarg gebied. Nou, maar snijgen, we hebben het bijhouden van 2012 tot 2014. En dat gaat dan om een heel groot gebied, ongeveer een 23 hectare. En daar zitten we altijd zo schommelen tussen de 10 en de 25%. We zitten nu, en dan ben we nog heel wat het seizoen, al op dik boven de 40%. Het is nou echt tijd om de neetklok te leiden. Ik hou mijn hart vast, komt dit clear? Ja, het is kritiek met de skriers. En ja, we hebben dan over de oerwouden, we hebben over de tijgers, we hebben over de tenkomende walvissen. Maar wij zijn hier van de rijkste landen op Ierde. En wij hebben moeite om de skriers in leven te houden. Het Boem van Frieske Vogelbeschermingswachten, het BFVW, bevestigt de cijfers. Uit de hele provincie waar krijgen ze dezelfde signaal. Dit is dus 15 juni loon. De boer heeft hier heeg water. Je zoekt de optelmaten van de grijdevogels. En nou, de juist het wel. Er is een pierpleurkje. En voor de rest is je cd'ers een pier. Dit is predeerd? Ja, van 95% zekerheid is dat predeerd. En dat is vies. Hier regelmatig aan. We van de dop, maar dan lezen we lietse karteltjes zien binnen. Dus we denken dat het lietse predatoren zijn, groenpredatoren. Zoals wezelinkjes, hermelijn, soms ook een vos. Hier zit ik een vos in de buurt.